Nou, allemaal van jullie weet dan zeker van die liefde, dat die liefde dan niet altijd zo lekker uitwerkt. Baie liefdesliedjes gaan ook daarover, maar die liefde wat niet zo lekker uitwerkt. De meeste van ons heeft nogal ervaring gehad. Ja, broers, sisters, daar sing B.B. King, sing. That insurance man, better take insurance on himself. Hy maak een grapje daarvan natuurlijk, op een manier, en baie liedjes doen het ook, ander liedjes sing ook. Foster en Ellen sing so'n liedjie van die Seven Nights, Drunken Nights of soeie, daar kom die man by die huis, en hy snit twee boetse daar staan met sy bed, en dan sê sy vrou, maar wat is hier die boetse? Hy sê, nee, dit is helemaal verkeerd, is die boetse nie in die blompotte? Hy sê, ja, hy het in sy leven nog nooit sulke blompotte gesien. So is nou humoristisch. Maar die probleem met broers is dat verhoudinge wat nie uitwerk nie, mense wat verneem op elkaar, is een verskrikkende ding. Dit vernietig mense se lewens. En as jy net hulle lewens nie, baie keer is dan nog kinders so betrokke, en as die mense so verneem op elkaar, dan word die kinders betaal om haar prijs. Maar dat nou die dag het op die radio ook so een gesprek van, vir mense wat ook so verkeerlingies het, en so verneem op hulle, echt, in hulle huwelik. En die man sê, ja goed, hy het nog op bestaan gedoen, en maar hy toe later vir sy vrou gesê, en hy het probeer mekaar uitgekom. Maar hy sê ook, is nooit weer die selfde. Want die vertrouwensverhouding is so'n fijne draaikie. En as soms is gebrek, dan is dit amper onmoordelik om het weer terug te krijg. Dit is die verskrikking, dit is die dinge wat ons mekaar aankom. Nou broers, sister, dan is dit natuurlijk so, dat deze daar is baie van die jong mense voor op plaats, maar ons gaan ook nie trouw nie, want ons wil ons nie in hierdie, ons te bang ons kan seer, en ons weet ook nie hoe dit gaan werk, en so. Die probleem daarmee is dat dit ook nie noodwendig dinge beter maak nie, want baie keer in so'n saamleverhouding, dan voel jy een, ja goed, maar dit is vir eeuwig, en die ander voel af, gaan ons kijk maar hoe blijft die werk dinge uit. En ek weet van hele paar mense, wat, jy het besluit af dat my beweeg om my aan, dat is nie meer lustig voor ek. En die ander het dit basis as jy wil ek gesien. En die hartseer is nog net so groot, as mense dan in mekaar het gaan. Pijn is nog net so veel. En broers, dit is die selig geld ook eindelijk, nog in huwelik so, maar ook alle verhoudinge. Al so gemeen is mekaar om mekaar te verneem. Of jy sit basis jou hart daar op jou lijn, en die ander is smijt dit nie weg. En ek seker allemaal van ons het allemaal op so'n ervaring gehad en ons weet dit maak baie seer. Iemand gesê, die is daar, hulle het een onderzoek gedoen, en sê, meeste mense is banger vir spinnekop as wat hulle dood is. Nou, ek weet dat baie mense banger is dat hulle verneem gaan word as vir die dood. Want dit is eigenlijk erger, as jy dood is, as jy van die dood. Maar as jy verneem word, dan moet jy sit met al die vernedering, al die gevoelens, die woede, die hartseer, en hoe gaan jy ooit dit weer kan rechtmaak? Broers, sisters, dit is die soort dinge wat ons met mekaar doen. En dit word illustreer in een film wat op een van die boek afkom, die naam dan Bearable Lightness of Being. Wat jy op hier dag al gesien het nie. Dan oor die man wat eindelijk, hy slaap in die baie land. Maar toe ontmoet hy nou een vroukie, en sy is, sy gee basis haar en haar lyf, voordat wat mens baie doen. En dan is het nou so, dat hy is nou half liever van so, maar hy slaap nog steeds by ander mense rond. Nou, en dan sê hy op die stadium, ja, maar die lewe is lig, is ons een speelietjie, ons speel ons lekker, hierdie speelsheid vir hom, is gelijk in die hel vir haar. Want sy wil nie elke slaap weer vernederen. Broers, sisters, ons moet nie speelikies maak met die liefde. Die liefde is een vuur. En dis ook in die Bybel ook sê, ons moet die liefde ook nie te vroeg wakker maak. Dis omdat God so gemeen in die oom is, wat net sê, oh, seks is slecht, en liefde is slecht, en so glad nie. As God sê, moet nie echt uitleef nie, bedoel hy om ons te beskerm. Dat ons nie vir mekaar so beseer nie, en dat ons nie so beseer word. En dan gebeur het op baie keer met jong mense ook al die eerste seksuele ervaring wat hulle nog gehad het, van een beetje jong te groen, maar hulle voel hulle vrede leven. Maar die ander ding, ah, gaan we maar net een speelietje. En dit
Það er svona þessu bæjar og fann dröftar. Svo ósmöld fyrstsökt af því sem við mokka, ósmöld mokka aftur. Ég við sonda það nokkuð grífur. Þegar þess að kom, það sé seyring að segja að ég var í sonda dún, að ég fast var í mjögsta dinnar í maag, það var í slegsta dinnar. En hvað er mjög ervaris fyrir hér as verhoudings mokka, en liefde en mokka te trouw, en ook seks, dis wonderlijke gaves van hier. Maar hoe dring die sonde dat in een misbruiker, dat ons so ontzettend hier doen? Broers, is dit daarom ook baie belangrijk, dat ons ook nie net moet lief heen, maar ons moet ook geloof. Geloof leer vir ons iets van die liefde. Geloof leer vir ons dat, ja, die liefde is nie altyd net sterkies nie oor nie, daar is ook slechte tyd in die liefde. En as ons jonk is, ons voel, ja, ons gaan nooit daar een kry nie, ons gaan nooit gelukkig wees by iemand. Moet ons geloof hê om te kan wag. Ook met seks. Ons moet 'n bietjie wag soms. Heer het vir ons het geloof. So is het geloof nodig, maar as ons getrouwd is, is ook geloof nodig om daar huwelike dele van die huwelik te gaan. Maar nou is die ander moontlikheid natuurlik dat ons sê, maar oeh, ek is te bang vir die hele stories, ek gaan nou, bly nou maar net saam en so. Dan is ook geloof nodig om te commit tot iemand en sê, maar goed, ek weet, ek kan seer kry, maar ek waag saam met jou hierdie ding, in die huwelik. En is het geloof nodig om in die huwelik weer met die Here te gaan leer, maar hoe moet ons nou lewe? Al voel ons dat ons het nou moe vir mekaar. So broers, sister, daarvan, iets daarvan leer ons nou in hierdie gedeelte van Hosea. Dit is die vreemde opdracht. En so baie belangrijk om te weet, ons kan die Bybel lees en sê, maar dit is nou opdracht vir ons nie. Die Bybel sê nie, allemaal moet nou gaan trou met prostituut het, dit is toch onmoontlik. So, dit is nie een algemene opdracht nie, dit is een spesifieke opdracht vir Hosea. En God het een spesifieke doel dan. Hy sê, jy moet met hierdie prostituut trou. En daarmee wys jy, wat is moeilijk? Die volkse verhouding met my. Ek wat God is, het met hulle verbond gesluit, soos hy met ons elke gesluit het. Met Abraham, Isak en Jakob het hy gesê, basis, ek trou met julle, ek maak julle my volk, ek ontferm my oor julle, ek red julle uit Egypte, die land van slavernij, en hy sê, ek geef julle een land waar julle kan bly. Dit is Godse verbond. En dit is soos een trouwring wat hy vir ons gee. Die besnijdenis was in die Oude Testament, die Nieuwe Testament is die doop. En elkeen van ons was gedoop, elkeen van ons is ook binnen daar gewoon met God. Getrouwd met God. Hy het hem aan ons verkant. En nou, wat dan gebeur is, Hosea kry dan nou kinders. Nou sê die eerste kind, sê God, maar die kind moet jy noem Jesreel. Want Jesreel is een vlakte daar, so daar so het hulle teen God oorlog met ander mense gemaakt, en God sê, maar op die selfde vlakte, gaan die Assyriërs kom en vir julle oorwin. Want julle het nie geluister, julle was nie getrou met my gebod. En dan die volgende kind, wat hy kry, is die dochter, en haar naam is sonder omver, maar eindelijk geen genade. God sê, maar ek was vele genadig, en ek het bevry die slavernij in Egypte, maar nou dat het lekker gaan met julle onder Jerobeam, nou, ach, die skop, gaan jy na bol toe, kerk, en sit, holding story, eet in een fliek of something, ja, wil dit lekker gaan, dit is die van die Heere, en hy het alles vir ons gedoen, en so is het ook met die volk, en dan die derde kind, nie my volk, skies toch, jylle is nie my volk, so, God sê vir die volk, ek verbind aan jylle, jylle is my volk, ek is jylle volk, en nou sê, ja, maar jylle is ontrouw aan my, jylle verneek vir my, jylle cheat op my, soos, wat ons gehoor het, nou sê ek, jy is nie met my volk. God sê enkele, en ek wil hy herskering. Nou gelukkig gaan het aan vers 10. Gelukkig, is daar een groot toch. Hy sê, toch, sê, sal jylle wat Israel is nog baie volk. Toch, sal jylle wat nou genoem word, nie my volk nie. En wat nou weggevoer word, die hele volk is in ballingskap weggevoer na Assyrië. Hulle land is gekwyt, alles is gekooi. Hulle het nie meer Godse volk nie. Hulle het nie meer sy ontferming. Sê, toch sal ek nog steeds vir julle vat.
Toch zal ik al eentje, maar hoeveel keer gezien, zal ik nog weer voor jou lief hebben. Dus het is eindelijk dus. Die woord Hosea is hetzelfde woord als die woord voor Jezus, om diezelfde stam af. Maar eindelijk zou mensen zeggen, maar God heeft ook voor Jezus naar die aarde te besturen. En hij zei, kom trouw met de prostitutie. Kom trouw met ons wat zondaars is, wat om heel net verneemt. En ons weet dat die einde en uiteinde van die verneemt is. Dit is dat hij alleen aan de kruis sterft. Allemaal op weggooien. So, broers en zusters, dames, het baie belangrijk dat ons ons moet bekeer door die Heere. Want misschien mag hy een dag sê, dat hy wil nou van julle skei en ons oorgee aan ons sonde.